Ja, natuurlijk Vissie hier weer. Vandaag weer een nieuwe League Play aflevering samen met Nee, Vissie. grote man, heet je League Gaming, jongen, hey. Oh ja, maar League Play, het is League. League Play! Alweer League Play, dislike. Ja, dislike. Nee, Kijk, dislike, hè. We hebben een beetje een probleem met opnemen. Want... Nou, is geen probleem, alleen, ja. Tegenstander is het probleem. Ja, nee, de medespelers zijn het probleem. Ook. Speelt trouwens een party voor vier of zo, denk ik? Dan kan vier tegelijkertijd tegen, nee. Ah, kijk. Waarom? Ja, nee, blijf erin. Blijf erin. Ja? Ja, hun moeten erin blijven. Direct liever ze weer. Ja, weet ik, ja. En we hadden trouwens ook een wedstrijd die, waar ik uitlekte. En ik was host. En toen wonnen we. Yeah. Nou, jij lekte er niet uit. Je had connection interrupt. Ja, toen ging je... En toen gingen de tegenstanders er ineens uit met z'n allen vier. Toen we 2-0 achter stonden op Search and Destroy. Hele mooie overwinning. Ja. Even een snelle verslaglegging van het feit wat gebeurd is. Ja, ja. Dus vandaar dat je ook ziet de bonuspunten toch onderin. 1400 punten. Ja. Eentje kan niet connecten. Oh jawel, nu wel. Ja, wel, okay. We zijn met vier man sowieso. Dat scheelt. Ja, 3,5 eigenlijk. Oké, okay. Nou. Ja, ik bedoel. Ja. Ja. Jij snapt wel gelijk wat ik bedoel. Ja, dat dacht ik al, ja. Ik heb trouwens mijn streaks even iets anders ingesteld. Hellstorm, Lightning en een War Machine, ja. Hebben wij gewoon even zo gedaan, want hij haalt hem toch wel. Mijn eerste dead is... Oh, ik zag al een kikker. Ik zag alweer een kikker. Daar kik je je van op. Kwak, kwak. Hey, die kikker sprong ook goed. Oh, wauw. Ik had hem bijna, die gozer. Ik draaide bijna 360 cross-map collateral headshot, jongen. Ik kan nog geen eens met MSMC waarschijnlijk, maar... Iemand speelt met fucking awareness. What the fuck, Chris? Dat is ook eigenlijk... Gewoon vragen naar de... Een fout, hè? Wie speelt er dan met awareness op zijn klas? Dan gaat hij luisteren hoe ik aan het lopen ben of zo. Oh, hij zet een voetstap. Nog één. En nog één. Achter je vis ergens. Ah. Ik zat er eentje daar ook de... Maar ik ging weer het hoek om dood, hoor. Oh, wauw. Zit hij daar. Ik dacht dat hij buiten zat. Maar toch echt de hoek om? Nou ja, het zal wel. Waarom gaat die gast nou dood? Ja, die andere gast zit bij ons te campen. Maar je moet mee. Je moet mee naar voren. Waar dan? Nou, echt je. Ah, wauw. Ik word gek. Ik heb 0-4. Ja, maar ja. Jij gaat dood. Ik loop achter hem aan. Hè, wil ik hem killen? Hostiles have taken our flag. We moeten hun vlag pakken. Ja, weet ik. Maar ik ben erboven. Ik ga van de M8 naar eentje pakken. Ik heb een vlag, alleen hij leeft daar nog. Ik loop er gewoon een beetje op af, anders. Oké. Hij loopt er in het midden, fuck. Fuck, Chris! Slecht voor mij. Ik moet even inkomen. Ik heb natuurlijk echt een week lang geen Black Ops. De laatste keer heb ik met jou opgenomen. Ik heb daarna een minuut. Ja, ik ook. Maar die gast loopt gewoon met die vlag dwars door het midden heen. En ik loop... Ah. Ja, wauw. Dit is echt de schuld van het klimaat. Ik weet niet hoe het lang het duurt om een vlag terug te brengen. God, kaleren. Ik speel echt dan als een debiel van twee, Erik. Sorry. Ja, maakt niet uit. Ja, ik speel ook slecht. Ik sta 4-6, man. Maar ja, die gozers... Ik loop... Deuf is slechter, hoor. Love it. Ja, oké. Okay. Maar ja, ik loop met de vlag en ik moet fucking die eigen vlag terug gaan halen. Omdat die teammaten niet pushen. Jongen, jongen. What the fuck, waar komt die vandaan? Nou, dan zit ze echt even serieus met awareness inderdaad. Ze zit gewoon op te wachten. Show. Ik heb trouwens ook 3 bar. Dat is ook, als ik 3 bar heb, is het echt een drama. Video awareness, gast, kom ja, op. Ik werd ook gekild net hoor. Ja, maar weet je wat ik niet snap? En dat snap ik echt niet. Ik heb hun vlag. Ja. En ik weet niet wat die teammaat mee bezig was, maar loop dan gewoon mee of pak die vlag terug. Awareness, je gaat toch geen awareness gebruiken hierbij? Nee, tuurlijk niet. Dat is, sorry dat ik het zeg, dat is het domste wat je eigenlijk kan doen. Want dan moet je gaan campen, anders hoor je ze niet. Je hebt geen dead silence aan. Je hoort je eigenlijk ook lopen. Dus je moet al in een hoekje gaan zitten. Kom maar hierheen, fish.
Nou, ik denk hij ziet mij niet. Nee, blijf daar, blijf daar, blijf daar. Kut, ik was er bijna. Ik was er bijna. Godverdomme, maar die gasten bij ons, die heel. Ja, we moesten blijven wachten eigenlijk. Maar ja, ik sta 16 man, ik heb zo lang niet meer. Ik heb 1-9, maar ja, het is gewoon niet leuk spelen dit, hè. Nee, maar ja, als je... Waarom heeft die gast 2 versus 4 gezegd? Ja, maar nu weer, hè? Maar nu hebben we die gast wel. Ze gaan Hellstorm op je doen, hè? We have the enemy flag. Ja. En dan moet ik ergens naar binnen. Our flag is back in base. Gokken, gokken. Oh! Oké, nice. Ik heb die gast van Hellstorm dood, alleen zit er nog één in onze span. Kutzooi! Ja, die 1 heeft 7, die 5, maar wat is die gozer aan het doen? Ja, op onze eigen span aan het verdedigen. Hij zit bij ons achter op de vlag. Kijk direct maar eens waar hij staat. Datzelfde als die Captain Eddie, die zit volgens mij ook op zijn eigen span. En ik zal je zeggen, een tipje voor iedereen. Als je Capture the Flag speelt, moet alle vier dus mensen naar voren lopen. Anders ben je genaaid. Capture the flag. Dat is toch niet te spelen dit, hè? Wat een kutzooi. 2-10, wat een draak van een game, zeg. Zeker 18, maar dat komt wel goed. Als die groene gewoon even mee pusht, en dat is heel belangrijk, dat je met z'n allen pusht. Pusht? Ja, naar voren, ja, naar zeker. Voren. Eentje bij Statue. Statue is midden. Kutrook! Wauw, ook EMP'd. Waarom loopt die gast gewoon dwars door het midden heen weer? Wat een kut game, zegt dit dan. Ja, dat weet ik ook wel nou. Ik vind daarom speelde ik het de laatste tijd al niet. Ik word gewoon gespankeld en die teammaat staat gewoon te kijken weer. Die Fox Phoenix. Ik snap die gozers echt niet. Waarom doe je dan League Play? Als je zo staat te kijken. Sorry, dan kan ik nog slecht gaan, maar... Staat er nog ergens één daar. Flikker erop. Ik ben ge-EMP'd, man. Ik ben ge-EMP-grenade killed. Huh, nee? Ja, EMP-grenade, what the fuck, zeg. Jezus. Ik word de hele tijd ge-EMP'd, nou zie ik de minimap niet. Weer ge-EMP'd. Ah, ik kan ze echt niet raken, serieus. Ik ga direct eerst die hardwire klas voor aanzetten, als ik die nog heb. Enemy flag acquired. Heb ik die hardwire? Ja, ik heb een hardwire klas. Hun gooien zoveel EMP's en gaan we hardwired gebruiken. Hostile war machine deployed. Gewoon loop dat door! Ik verdedig het! Godverdomme! Ik ben echt zo makkelijk dood. 3-14. Ik kan ze echt niet raken. Ik heb een 3 bar aan. Gewoon de dikke 3 bar. Wat doet die gast? Wauw. We hadden hem zo binnen kunnen brengen als hij gewoon even een paar seconden... Hier achter me. Nee, waarom loop je dan niet gewoon die hoek om? Waarom... Ah. Die andere gozer trouwens die we killed hebben streaks. Ja. Volgens mij is die hitconnectie, je detectie ook niet goed. Ik schoot op iemand en... Die maat, draai om. Oude kikker. Ik heb wel hardwired, nou dat scheelt. Godverdomme! Kunnen ze misschien niet zomaar EMP'en? Dat is scheidsoor. Ik... Jongen, jongen, jongen. Gek van je. Gozer heeft die Phoenix heeft nog Hellstorm. Toch? Ja, volgens mij wel. We have the enemy flag. Jongen, jongen. Oh, genoeg. En ik word warm machined. Loop door, die maat. Shit. Niet doen. Oh, kut. Ik heb geen secondary hierop. Kom op, nou, ik was spannen. Ik was spannen. Ja, what the fuck. Niet doen, mee, vlag. Nee, niet. Ah, we hebben hem. Kost nog wat tijd gespaard om hem te cappen.
Oh, hij maakt ineens 2 kills. Lekker. Enemy flag. Fuck jullie. Ah, oh, hostile flag returned. 7-19. Nou, ik ga echt puur alleen maar voor die flag. Fuck it. Enemy flag acquired. Kom op nou, Chris. Oh, man. Oh, nee. We dropped their flag. Ja, ik zie het alweer. Phoenix. Oh, Phoenix had... Be advised, hostiles have returned their flag. Ah, wat een bullshit. Ik ben echt in één kogel dood. Ja, maar deze af en toe ook wel eens, hoor. Ja, maar ja, ik speel en dramatisch en ik... Ah, oh, wauw. Springt hij ineens de hoek om. Oh, nee. Hoe kan dat nou, joh? Af en toe denk ik echt van gasten van... What the fuck ben jij aan het doen? En deze groene ook, die zit op onze span. Je moet naar hun span. Kom op nou zeg, dat is toch echt bullshit gewoon. Fuck it nou zeg. Wauw, ik meen je niet. Die Phoenix. Phoenix, als hij meepusht hè. Die staat 18-13, die zit in onze eigen span te wachten. Als hij meepusht, winnen we. Maar het slaat toch helemaal nergens op, het gekikker uit stilstand. Flik het toch op man. Het is bullshit, echt waar. Rot toch op, man, met dat geskuftering. Hier, krijg ook wat. Oh, hufter. Oh, 2 man in het midden, wauw. Ik zag er eentje heel ver. En toen... Hier, wat slaat dat nou op? Dat slaat toch helemaal nergens op, hoe dat gekikker? Stand down, it's a draw. Ja, maar ja, het slaat al heel altijd nergens op. Die gast, hè, die staat 18-14. En hij zit alleen weer in ons eigen span. Alleen die Fox Anunuka gaat goed, omdat hij waarschijnlijk nog veel gespeeld heeft. Ik heb deze game weer de laatste keer 7 dagen geleden aangeraakt, denk ik. Ja, die gasten gaan uit stilstaande positie, gaan ze jumpen. Ja, maar dat mag eigenlijk ook niet kunnen, jongen. Een pure skut. Ja. Friendly Hellstorm missile inbound. Wat? Waarom doet hij nou Hellstorm? Ik snap het ook niet, jongen. Yeah. Af en toe denk ik, teammaat, waar ben je mee bezig? That's another kill. Enemy flag. Niet daar langs, niet daar. Oh ja, laat maar. Ze spannen daar. Hostiles have taken our flag. Our flag has been dropped. Ze zitten nog wel op onze spannen. Nice. Good job. Dit is het enige wat ik goed gedaan heb. Dit is goed gedaan? Ja, ja. Dit is best wel snel hoor. Ja, dit is Ja, ik moet zeggen, ik ga ook niet echt lekker. Ook al sta ik positief, maar... Nou, ik zet wel een mooie... Mijn secondary, mijn pistols. Serieus. Ja, maar ja, weet je wat het is? Als je 7 dagen geen Black Ops 2 hebt gespeeld, dan lijkt het ook ineens of dat je helemaal niks meer kan. Hoe lang hebben we? 55 seconden. 56 hebben hun. Hun, hè? Hun moeten hem in 56 seconden pakken. Ja, ze moeten gewoon verdedigen, toch? Ja, een beetje aan naar voren pushen. Want als je doodgaat, duurt het 5 seconden, hè? Ja, oké, maar ik kan wel één iemand kan... Ja, ik ga meestal zo ver mogelijk staan, dan mogelijk is. Want alles kost 5 seconden. Als ik hier en ergens in het midden doodga, moeten ze nog heel de eind lopen. Kut. 3, 2, 1. Ik had bijna streaks trouwens. Ik wou zeggen, ik heb hun vlag. We gaan winnen. Ja. Ik heb er nog één. Oké, let's go. Ik heb er nog één vis. Hier, kijk. Ik loop hier met de vlag. Hey! En dan heb ik hem. Dus ik heb toch één ding goed gedaan, denk ik. Of niet? Ja. Jij hebt hem binnen 56 seconden, ik heb binnen 55. Lekker pe. Nou, 11:25, wat een type ding. Uploadwaardig. In dit geval is het uploadwaardig, eigenlijk. Jongen, jongen. Ja, 250 punten. Boom. Hebben we goed gedaan. Iron Vision 50 ben ik. Master. Master.
Nou, het is wel goed dat we winnen, toch? Eigenlijk. Zeker, We hebben het eigenlijk zeker. wel goed gedaan. Maar we gaan hem afsluiten. Jezus, man, dat kon ze echt niet goed raken, serieus. En dat scuffkikker word ik helemaal gek van, echt maar, Ja, daar serieus. word ik af en toe ook heel gek van. Maar ja, het is kleine kindjes van tegenwoordig, hè. Hop, Jongen, 15 jongen. dislikes erbij, hollé. Hé, Hey, ik ben brons. oh, lekker. Hier zie je, brons 66. Ik ben gerankt. Nice. Dat Mooi is man, mooi. 11,25 jongens. En toch 200 duimpjes geven hiervoor. Ik zou zeggen jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer, bye bye. See you later, everybody.